Ludwig van Beethoven kennen we allemaal. Hij werd geboren en groeide op in Bonn. Maar wat weten we eigenlijk van die jonge Beethoven? In deze huizen werd Ludwig van Beethoven geboren am 17 december 1770. Also Ludwig van Beethoven, niet von. Hè? Als je goed kijkt, dan zie je dat zijn linkerschouder gaat naar achter en zijn rechter naar voren. En omdat hij dat doet, zijn zijn kwasten die aan zijn arm zitten, die bewegen eigenlijk zo ineens omhoog. En dan wijst hij dus naar iets. Ja, je bent altijd... er eigenlijk nooit. Nee. Je wil natuurlijk wat je wil is, wat heeft Beethoven, wat heeft hij gedacht? Wat was de noodzaak voor hem om hier een soort ram, bam, bien, tak, één grote chaos, energie dinges eruit te gooien?